welkom bij deze nieuwe video. Of ja, goedemorgen voor mij. Misschien niet voor jullie. Hangt er vanaf wanneer je deze video bekijkt. Het is weer een nieuwe dag hier in Spanje. Het is nu 11:15 in de ochtend. Ik heb de hele ochtend mijn andere vlog lopen editen. Ik stuitte vanochtend wel op een probleempje. Want ik wilde een andere vlog gaan uploaden op YouTube. Maar dat doe ik dus met mijn hotspot. Want ik heb hier geen internet. En dat kostte 3 uur. 3 uur om 2 video's up te loaden. Dus dat is wel een klein probleempje. Aangezien ik hier best wel eventjes ben en ik gewoon mijn vlogs moet kunnen uploaden. Dus het is me uiteindelijk gelukt om eentje up te loaden. Heeft hij wel 2 uur over gedaan. Maar ja, ik was ook gewoon aan het editen de andere video. Dus ja, dat heb ik dan gewoon in die tijd gedaan. Nou heb ik wel besloten dat ik mijn andere vlogs ga afmaken. En dan dat ik een andere dag gewoon naar het winkelcentrum ga. En dan daar op de wifi ga uploaden. Ik hoop dat dat lukt. Ik kan niet de hele tijd 3 uur per vlog gaan lopen uploaden. Dat is gewoon te veel tijd. En het trekt ook mijn hele internet leeg. Dus ja, dat was wel een klein probleempje waar ik op ben gestuurd. Maar ik hoop gewoon dat gewoon met de wifi van de winkels het wel gaat lukken. Nou, nu is het tenminste gelukt. Ik ben ook klaar met het editen van de andere vlog. Ik ga nou eens subiet opstaan. Ontbijten. Of ja, ontbijten. Het is al lunch. En ik denk dat ik vandaag gewoon weer naar het strand ga. Ik wilde vandaag naar Sephora gaan. Tenminste, dat was mijn planning. Maar ik heb toch gewoon meer zin vandaag in het strand. Dus misschien ga ik dan dit weekend naar Sephora. Dus morgen of zo. Ik ga nu echter naar het drukke strand. Alles in mij wil niet naar het drukke strand gaan. Ik wil gewoon in mijn comfortzone blijven. En gewoon naar het strand hier gaan. Die niet zo druk was waar ik dus gisteren was. In de andere vlog. Maar nee, ik moet mijn angsten overwinnen. Dat is ook letterlijk mijn hele doel van deze reis. Dus ik ga vandaag in mijn uppie naar het drukke strand. En ik hoop gewoon dat ik me ga vermaken. Daar ga ik gewoon wel van uit. Ik ben niet de enige die in de uppie gaat. Dus ja. En daar is het ook leuk, want daar heb je ook drinken, eten, ijs, snacks, etc. Maar ja, het is gewoon een beetje eng en awkward zo in je uppie. Maar dat is wel wat ik ga doen. Dus ik ga nou eventjes douchen, een beetje klaarmaken. Mijn make-up look maken van het strand, die heb ik laten zien in vlog 2. Dus als je die look wilt zien die ik vandaag nu maak, bekijk eventjes die vlog. En dan ga ik eten en dan gaan we. Oké, ik heb mezelf een beetje gefascineerd. Dit is gewoon mijn in-huis outfit. Deze outfit is zo fijn. Deze top en deze broek zijn allebei van Shein. Echt super fijn voor in huis. Ik zie er nou weer een stuk beter uit. Gewoon met echt super natural make-up. Echt bijna niks. Gewoon concealer, mascara en mijn wenkies. Normaal eet ik nu niet, maar ik heb vandaag wel een klein beetje honger. Dus ik ga even iets kleins eten. Ik heb hier nog wat croissantjes. Hierin zit ook een croissantje. Die ga ik denk ik eten. Ik denk dat ik ze gewoon echt allebei ga eten. En normaal als ik nu ga eten slash drinken in de ochtend slash lunch, dan drink ik vaak gewoon een sapje of zo. Maar mijn sap is op. Dus ik ga nou gewoon voor mijn Pepsi Max. Ja, ik hou het normaal niet zo van fris in de ochtend is. Maar ja, ik heb letterlijk geen ander drink meer hier in huis. Dus ik moet weer een klein boodschapje gaan doen. Maar er is hier een winkeltje beneden. Dus ik denk dat ik daar straks ook het een en ander ga halen. Kijk, mijn sap is helemaal op. Ik ga lekker in de zon op het balkon ontbijten slash lunchen. Het is voor mij ontbijt, maar qua tijd is het al lunch. Oh jongens, ik zie echt helemaal niks. Het is zo lekker hier op het balkon. I love it. Omdat wij dus aan het strand wonen, is de zon hier ook echt vol gewoon in je gezicht. Echt heerlijk. I love it. Ik heb weer alles in mijn strandtas gedaan. Wat heb ik erin? Een andere handdoek. Deze oranje is een handdoek. Dit is de rok die hoort bij mijn bikini. Ik heb hem al aan. Breng hem even in beeld. Dit is de bikini die ik aan heb. Daar hoort deze bij. Ik neem mijn boek weer mee. Deze gaat ook mee. Ik neem nou geen eten en drinken mee, want ik heb niks. Dus ik ga het eventjes hier beneden halen. En anders gewoon daar bij het strand. Kijk, ik heb mijn bikini dus al aan. En ik heb weer die zwarte jumpsuit aan van gisteren. Die ik droeg naar de massage. Die is nog helemaal schoon. En die is super makkelijk aan en uit te doen. En dat vind ik belangrijk. Ik ben aan het twijfelen of ik deze hele band ga meenemen. Ik wil het wel doen eigenlijk, maar ik vind het allemaal al awkward genoeg. En ik weet niet of ik zo dit wil mee rondsleuren. Daar ga ik nog even over nadenken. En ook weer vandaag neem ik dus mijn vlogcamera niet mee. Want ik ben weer bang dat die wordt gestolen. Dus ik ga wel vloggen daar, maar ik vlog daar met mijn phone. Dus ja... Let's go. Wat snacks halen. Hier een drinkeltje. Drinken en zo. Mensen, ik heb hem gewoon wel meegenomen. Want ik gebruik hem gewoon echt in de zee. En ik vind het echt fijn. Dus ik neem hem gewoon mee. Oké, ik ben er. Ik ga nou naar het strand lopen. En hopelijk vind ik een goed plekje. Kijk even hoe druk het hier is. Hier heb je dus terrasjes. En dan is daar echt strand. En ik loop helemaal naar achteren door. Want daar heb je de stoelen en zo. Die heb je hier niet echt. Ik loop in het zand. Ik ga nou op zoek naar een plekje. Mensen, ik zit op het strand. Ik zie echt helemaal niks door de zon. Dus ik hoop dat jullie het zien. En ik goed in beeld ben. Het is me gelukt gewoon een plekje te vinden. Was best wel makkelijk. Ook super goedkoop. 1 bedje is slechts 7 euro. Echt helemaal niks.
En ook weer hier letten de mensen niet echt op elkaar of op jou of zo. Dus dat is wel chill. So I'm good. Ik ga weer hier een paar uurtjes chillen, zwemmen, et cetera. Het is tijd voor snackjes. Ik heb deze snackjes gehaald. Ik wilde fruit halen, maar ik kon niet vinden. Dus ik heb gewoon eventjes dit gehaald. En ik heb nog één blikje drinken over ergens. Ja, deze. Die andere heb ik al op. Ik ben al 2 weken gaan zwemmen. I love it. Het is hier echt bij lange na niet zo awkward als dat ik had verwacht. Het is wel gewoon echt chill. Wel echt veel mensen. Hier is wel leuker dan bij die andere strand. Niet per se leuker dan anders. Omdat je meer mensen hebt. Je kunt ook wat meer vrienden maken als je dat zou willen. En die andere plek is gewoon als je echt rust wilt. En echt met niemand wilt praten gewoon. Mensen, na 3 uur op de strand ben ik er vanaf. Ik ben een klein beetje verbrand. Ik ben mijn SPF gewoon vergeten mee te brengen vandaag. Ik ben nu op het terrasje. Ik ga even iets drinken. Een smoothie of zo. En genieten van de zeeview. En dan ga ik hierna denk ik naar huis. Mijn make-up is er gewoon letterlijk afgesmolten. Het was zo heet. Ik was echt een partij aan het zweten. Maar het was wel echt leuk gewoon. Kijk, dit is nou mijn view. Je kunt gewoon, die man. Je kunt gewoon zo het strand zien. En ik zat net daar zo, zeg maar daarachter. Maar 3 uur op het strand is wel genoeg voor mij. En nou even een smoothie bestellen. Kijk even hoeveel lekkers ze hier hebben. What the F. Ze hebben zoveel. Ik heb smoothie besteld. Dit is echt heel cute. Het is ook echt super koud. I love it. Oké, mensen, ik heb een klein stressmomentje. Ik heb nog maar 4 euro bij en ik moet nog parkeer betalen. Dus ja, ik had mijn portemonnee niet meegenomen. Nou, weet ik niet of ik het ga halen of niet. Mensen, parkeer was 10 euro en ik had nog maar 4 euro. Ik heb dus gevraagd. Ik heb gewoon op die helpknop gedrukt. En die vrouw zei dat ik gewoon kan pinnen bij de uitgang. En ik kan pinnen met mijn phone, dus hopelijk gaat dat lukken. Dit is echt de laatste keer dat ik wegga zonder genoeg geld. What the F. Wat dacht ik ook. Oh, godzijdank kan ik betalen met mijn phone. Oh, dit was echt eventjes stress. Dit is dus een van de dingen die vervelend zijn als je alleen bent. Je kunt niet op een ander terugvallen. Dus godzijdank kan ik betalen met mijn phone. Want ik had en mijn hele portemonnee niet bij en maar 4 euro cash. Dus nou, nu op naar huis. Ik ben weer thuis. Ik ben kapot. Je zou zeggen dat strand, ja, je bent eigenlijk gewoon de hele tijd aan het liggen en aan niks. Maar toch is het vermoeiend door die zon. Ik ben wel echt een klein beetje verbrand. Ik zit heel dag te schreeuwen hoe belangrijk SPF is en vervolgens vergeet ik hem. Het is nu 5 uur. Ik ga nou gewoon even hier thuis ontspannen. Even lekker uitrusten en dan ga ik weer vanavond even kijken wat ik ga doen. Ik ga nu eventjes snacken. Ik heb chippies, ik heb mais, cola, kaassaus. En ik ga Kardashians kijken. Waar zijn ze? Yay, Kardashians. Ik ben bij de laatste aflevering aan. Volgens mij is dit ook de finale. 2 hours later. Ik ben zo bruin. Ik ga stuk. Ik word echt zo snel bruin. Oké, jongens. Het is nu 7 uur. Het is nu 7 uur in de avond. Ik heb gewoon even hier thuis gechilled en nagedacht over wat ik wilde gaan doen vanavond. Want ik heb niet echt honger. Normaal ga ik nou uit eten. Maar ik heb oprecht niet echt honger. En ik dacht, misschien kan ik een keer voor de verandering iets anders gaan doen. Dus we gaan met z'n allen naar de Palmbomenpark. Ik ben daar al ooit geweest. 2 jaar geleden of zo. 1 keer met mijn familie destijds. En nou dus kwam ik hem dus weer tegen online. En ik dacht, ik wil die best wel weer zien. Want het is echt super mooi. Het heeft palmbomen, riviertjes, watervallen. En het is gewoon gratis en hier in de buurt. Dus ik dacht, ik ga daar gewoon eventjes vanavond rondwandelen. En natuurlijk samen met jullie. Ik heb hem al helemaal klaargemaakt. Make-up is helemaal bijgewerkt. Ik heb deze outfit aan. Ik ga hem jullie even laten zien. Deze outfit heb ik aan. Een witte outfit. Dit hemdje is van de Zara. Deze short rock is van Chic. Die heb ik laten zien in mijn Pack With Me video. Dit is een broekje, maar het lijkt op een rokje. Superleuk. En deze slippertjes, plateau slippers van de Primark. Deze heb ik gehaald in de Pri een aantal jaar terug hier in Spanje. Dus deze slippers zijn een Spaanse aankoop. En die vond ik wel leuk bij deze outfit. En dan gewoon ook deze witte tas. Deze is ook van de Pri. Deze heb ik pas gehaald. Dus als het goed is, is hij er nog. Dus vandaag gaan we voor wit. Oké, let's go. Mensen, ik ben er. Palmbomenpark. Zo leuk. Ik zie ze hier allemaal al staan. En hier moet je dan zo omhoog gaan en dan naar binnen. Kijk hoe mooi het hier is. Oh, hondje. Ik wil ook een hond. Het is hier kapot cute. Oh my gosh. Kijk dit. Dit is echt te cute. Kappen. Mensen, het is hier zo mooi. En het is hier echt rustig. Oh my gosh. Dit is echt de mooiste park ever. En helemaal gratis en voor niks. Heel mooi om te zien als je hierheen wilt gaan. Kijk. Oh, I love it. Mensen. Het is hier zo mooi en leuk. Mini watervalletjes. Het is hier gewoon net Bali. Ik denk niet dat je hier mag zwemmen. Oké, mensen, is het niet alsof ik in Bali ben? Stel voor dat je hier kon zwemmen. Het is dat je hier niet kunt zwemmen, maar stel je voor.
ik ga proberen een foto te maken van mezelf. Want deze hele vakantie lang heb ik geen enkele foto gemaakt van mijn eigen. Omdat ik dus alleen ben en niemand een foto kan maken van mij. Maar ik ga proberen of ik mijn phone op iets kan plaatsen of zo. Whatever. De zon is hier achter mij. Kijk even dit uitzicht met dat brugje. Oh my gosh, ik ben gewoon mijn tas daar vergeten. Ik ben gewoon mijn tas vergeten. Daar is het strand, de zee. We gaan een bruggetje over. Oh my gosh. Ik geef jullie gewoon hier een privé tour. Ik heb nog steeds geen goede plek gevonden om een goede foto te maken van mezelf. Misschien hier zo, dat ik het zo hierop zet. Het is echt moeilijk om een goede foto te maken in je uppie. En er is hier ook echt niemand aan wie ik het kan vragen of zo. Maar ik wil zo graag een foto in dit outfitje. En ik wil gewoon überhaupt een foto in Spanje. What the F. A few moments later. Oké, het is me soort van gelukt om een aantal foto's te maken. Hier mag je nu niet in, want het is nou dus dicht. Maar hier staan normaal van die bootjes. En je kunt dan zo'n hele boottour maken door heel dit gebied. Maar die is er nu niet, dus we wandelen gewoon verder. Kijk, hier is het ook heel mooi. Ik vind het allemaal echt heel Bali-achtig. Echte Bali-vibes. Ik ben even gaan zitten, even genieten van de natuur. Ik heb wel een beetje dorst. Ik heb geen drinken meegenomen. Maar daar in het begin, volgens mij, kon je ook drinken halen. Misschien dat ik dat zo ga doen. Oh my gosh, er is een kat. Ik wil hem aaien. Ik hoop dat hij niet weggaat. Die politie schrikt hem. Hij gaat weg. Kijk hem daar. Nee, ik mis mijn kat Susu. Hij lijkt op hem. Niet ik die hem achterna rent. Hij is weg. What the F is hier gebeurd? Ik ga off-road op avontuur. Nog een poesje. Kijk even deze waterval. Kappen nou. Dit is zo mooi. Wauw. Wat is dit dan? Een soort van grastrap of zo. Wat is dit dan? Ik heb geen idee wat ook hier staat. I don't know. Hier is het ook mooi. Echt, het houdt niet op hier. Het is echt super groot. Oeh, ik ga op avontuur. Kijk, een beekje. Wow, ik viel bijna. Kijk ook even dit gebied, hoe mooi. Ik ben weer thuis. Ik sta in de badkamer. Jongens, dat park was groter dan dat ik dacht. Ik ben gewoon oprecht moe. Zoals je kunt zien heb ik mijn hele make-up eraf gehaald. En nu wil ik dit een maskertje gaan aanbrengen. In vlog 1 hebben jullie gezien dat ik die had gehaald. Gewoon voor de lol. Dit is een Purifying Tea Tree masker. Dus die wil ik gaan opdoen. Dit masker is echt overdreven nat. Wauw. Oké, deze ga ik een kwartier oplaten. En dan ga ik hem eraf halen. 15 minuten. Later. Tijd om het masker eraf te halen. Oh, het is echt extreem nat. En ik moet het gewoon laten intrekken. Ik hoef het er niet af te wassen. Nou, dat was weer fijn. Het is altijd fijn om een maskertje op te doen, aangezien ik er ook geen bij heb. Ik trek het door tot aan de nek. De deur staat open naar buiten, dus er is een beetje veel kabaal. Maar dit was het dan weer voor vandaag, jongens. Dit is het einde van de dag. Ik heb me weer echt goed vermaakt vandaag. Morgen ga ik eindelijk shoppen, wat ik al vandaag wilde doen. Maar ik wilde toch net iets liever naar het strand gaan vandaag. Maar goed, ik hoop weer vandaag dat jullie hebben genoten van vlog nummer 3 in Spanje. Ik vond het weer heel leuk om te maken. En ik hoop jullie weer morgen terug te zien. Nou, vond je de video leuk? Geniet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!